maand maart niet hebben gekregen. De laatste wedstrijd van de competitie wilden ze wel spelen en liefst ook winnen om de club op extra kosten te jagen. Agent kon met een overwinning zeker vierde blijven in het klassement. Bart Meijs was in het Ottostadion. Zonder training, maar met de vocale steun van de supporters begint RWDM aan zijn laatste competitiewedstrijd. En het is in de beginfase zeker niet de mindere ploeg. Op het kwartier een voorzet van Kolotilko. Jarakovic mag ongehinderd koppen en via de onderkant van de lat achter de doellijn 0-1 RWDM. Slap verdedigend werk van de thuisploeg en de Joegoslaaf brengt de bezoekers op voorsprong. Even later opnieuw RWDM met een bal in de voeten van Mitu. Een schot vanuit de tweede lijn dat de paal scheert. Gent achterin zonder Peter staat de eerste 20 minuten niet echt schitterend te voetballen. En Molenbeek blijft Gent uit verband spelen. Vassot lanceert Jarakovic. Alleen voor Herpoel, het harde schot soeft naast Herpoel richting doel en RWDM leidt met 0-2. Drie kansen en twee doelpunten van Jarakovic in 6 minuten. Gent op achterstand en de frustratie steekt de kop op. Vanic wreekt zich op Jarakovic en mag van scheidsrechter Melot meteen vertrekken. Toch was het niet echt een zware fout. Even later wisselt trainer Vermeulen Kaklamanos voor Borkelmans, misschien voor de laatste keer op het veld bij Gent. 5 minuten voor de rust dan met Oyawole die Schepers vindt. Op snelheid richting Douma. En er ook voorbij, hoog in de hoek en 1-2. Gent dat dit seizoen thuis nog maar 5 keer won, ziet zijn gretigheid beloond. Vlak voor de rust krijgt Schepers nog een goede kans op de gelijkmaker. Douma houdt de bal uit zijn doel en RWDM leidt aan de pauze met 1-2. Met 10 tegen 11 blijft Gent ook na de pauze op zoek naar een doelpunt. Maar het stuit na 10 minuten op een vlijmscherpe counter. Kolotilko bereikt Vassot en Herpoel is geklopt. Faye brengt nog redding, maar met de hand en ook hij krijgt rood. De strafschop wordt getrapt door Edin Ramšić. In het begin van het seizoen nog bij Gent. Hij bezorgt de Brusselaars een 1-3 voorsprong. En het siert de Buffalo's dat ze ervoor blijven knokken met Oyawole in de 16 meter. Douma haalt hem neer en we krijgen ook een strafschop aan deze zijde. Vital Borkelmans achter de bal keihard rechtdoor en 2-3. En zelfs met 9 is Gent niet echt de mindere, maar het is scheidsrechter Melot die de hoofdrol opeist door opnieuw een strafschop te fluiten voor een fout op Temmerman. Kolotilko schiet op Herpoel, maar kan uiteindelijk toch scoren en 2-4. Zijn totaal voor dit seizoen is 11. Op de counter maakt Molenbeek Gent helemaal af. Jarakovic door en hij maakt zijn derde doelpunt van de middag. 2-5 staat het ondertussen. En nog is het niet afgelopen met een onrechtstreekse vrije trap voor Gent na een terugspeelbal op Douma. Oyawole maakt er 3-5 van. En Melot kan het fluiten niet laten. De vierde strafschop van de wedstrijd voor een nieuwe fout op Oyawole. Een strafschop voor Herpoel, maar scoren doet hij niet. Het blijft bij een 3-5 zege voor RWDM. De licentie van voetbalclub RWDM is nog...